Op 4 december hebben 9 Gentse musea hun deuren opengezet voor de jaarlijkse museumnacht. Het evenement lokte opnieuw heel wat studenten, maar zouden die hier ook zijn als het niet gratis was? Wat brengt je vanavond naar museumnacht? Ja, het is gratis natuurlijk en dat is iets nieuws dat ik elke dag doe. Dus mijn vriendinnen hadden ook zin om te gaan, daarmee dat ik meegegaan ben eigenlijk. En zou je anders ook naar een museum gaan? Eigenlijk... Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk, ja, Arnoud, mijn maat, die mij meegepakt heeft naar hier. En je zei het is museumnacht en ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. Of ik wist niet eens dat het bestond, maar ik vond het wel interessant om te doen. En ja, het valt wel heel goed mee. Ik denk dat het een belangrijk evenement is in die zin dat heel veel mensen nu een museum binnenwandelen wat ze misschien anders niet zouden doen. Ik heb het hier ook zelf gemerkt vanavond dat er heel veel mensen zijn van het is een ontdekking of... En die mensen zouden waarschijnlijk anders niet de stap gemaakt hebben om hier even binnen te komen. Is de jeugd volgens u nog geïnteresseerd in kunst? Ik denk dat absoluut wel. Ik denk zelfs misschien meer dan vroeger. Ik geef ook zelf les aan jongeren. En ik merk dat die verdieping, dat ze daar toch wel heel erg mee bezig zijn. Have you seen something interesting this night? I'm really intrigued by all the papers that lie on the floor. And I opened them up expecting to find something, but they were all blank. En normaal moet je 2 euro betalen voor museums. Zou je dat ervoor over hebben? Ja, toch wel. Omdat ik zelf ook in de kunstrichting zit. Dus... Moet ik me daar ook wel wat voor open kunnen stellen? Ja, als het iets is dat mij aanspreekt en dat ik echt interessant vind, zeker. Het is niet zoveel uiteindelijk. Maar wat als ze de keuze krijgen tussen een museumbezoek en een pintje? Als het maar 2 euro kost, zou ik wel voor het museum gaan. Dat is een moeilijke vraag. Dat hangt er wel vanaf, ja. Het hangt er een beetje vanaf waar ik zin in heb en ook waarover dat museum gaat. Dat hangt af van het museum. Maar als dat een goed museum is, zou ik wel eens naar een museum gaan in plaats van een pintje te drinken op café. Want dat doe je al heel veel uiteindelijk. Ja, ik denk dat een museum toch net iets meer waarde heeft dan 1 pintje.